de Mariabergstraat in Schinveld is maandag voor de tweede keer in twee dagen een waterleiding gesprongen. Het gebeurde ter hoogte van een woning met inpandige garage. Het water van de gesprongen hoofdleiding liep daardoor met volle kracht de helling af de garage in. Volgens beheerder WML is het toeval dat de leiding snel naar een eerdere reparatie weer stuk gaat. Door het incident hebben 22 aansluitingen tijdelijk zonder water gezeten. Experts zijn de schade in de woningen aan het onderzoeken.